Mevrouw Boyeux, nou ja, eigenlijk ligt het nieuws in Den Haag, hè, nu. Ja, inderdaad. Kabinet gevallen. En ze wilden het allemaal samen gaan doen, maar we hebben alleen maar ruzie gezien de afgelopen 3 jaar. Ja, maar ja, nu zien we wel dat dit wel een stempel gaat drukken. En op de lokale campagnes. En ook misschien op de toekomst van al die mooie plannen die er gemaakt worden. Want er moet een nieuw kabinet komen. Ja, het is duidelijk dat er een nieuw kabinet moet komen. De economische crisis echt aangepakt kan gaan worden. En geen uitstel allemaal heeft. En we zullen lokaal daar ook natuurlijk gewoon ons woord over blijven voeren. Want lokaal moeten we eerst die verkiezingen doen. Ja, en dan kan dat grote bezuinigingspakket kan gewoon in de formatie geregeld worden in Den Haag. Ik denk dat dat voor een volgend kabinet inderdaad is. En wij als VVD zullen altijd zorgen dat er goed financieel beleid wordt gevoerd. En dat willen we lokaal, maar dat zullen we ook landelijk weer inzetten. Waar ligt nu politiek de Zwarte Piet volgens u, na de val van het kabinet? Nou kijk, wat mij betreft bij allebei de partijen PvdA en CDA. PvdA een ruzie over de ruggen van de militair in Oeroeskan om politiek gewin voor de gemeenteraadsverkiezingen te halen. En een CDA... Ja, die ook maar over zich heen laat lopen wat dat er gaat. Dus wij houden het gewoon bij ons eigen verhaal als VVD. Ja. Gaat dit nou gevolg hebben voor uw campagne ook hier? En voor de uitslag? Want ja, nou ja, iedereen kijkt nu naar Den Haag natuurlijk. Voor de uitslag weet ik niet. Wij blijven als VVD gewoon onze punten neerzetten als veiligheid, economie en bereikbaarheid. En juist dat economische punt, dat zal ook vanuit Den Haag natuurlijk goed uitgedragen worden. Ja. Ja. U doet alsof het als geschenk uit de hemel komt, de val van dit kabinet. Nou, dat niet. Want ik had graag de focus eerst echt op de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Maar wij zullen ons eigen verhaal hier blijven doen lokaal.